eventueel nieuws. Intussen wat vrolijkheid. Dat wil zeggen, we gaan het hebben over het Koningslied. Ik weet niet of we dan over vrolijkheid mag spreken. Wim Daniëls, je hebt het doorgenomen. Zullen we het min of meer regel voor regel even bekijken? Ja, dat is goed. Ik zou zeggen begin. Okay, nou ja, we gaan even luisteren, want voor degenen die het hier gemist hebben... Zit ook muziek bij. Er zit muziek bij. Republikein was. Dan ja, tot zover de muziek. Nu de tekst. Ja, die tekst die wordt ook geprojecteerd. Daar sta je dan. Ze zag dit moment al zo vaak in je dromen. Er is dan. Je kunt in feite over elke zin kun je vallen. Kijk, er kan een tekst zijn waarvan je zegt er kan wel eens iets mis in zijn. Of dat je vanwege het rijm of weet ik wat iets anders formuleert. Maar hier is alles misgegaan wat er mis kan gaan. Als je bijvoorbeeld die derde regel neemt. De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Ja, daar zitten 8 fouten in. En het zijn 9 woorden. Het zijn 14 lettergrepen. De ja. dag waarvan je wist, moet dat natuurlijk zijn. En dat, en daar ontbreekt dan ook nog, die zou komen. Ja, dat is natuurlijk... Kijk, als je dit op een lagere school aanbiedt, dan zouden leerlingen toch zeggen, meester, dit moet zo niet, dit moet anders. Dit is echt lagere schoolniveau. Het is onvoorstelbaar. Eindelijk hier, ben je er klaar voor? Kun je dat ooit echt zijn? 2 vragen stellen. De eerste vraag, ben je er klaar voor? En dan vervolgens zeggen, ja, maar je kunt er nooit klaar voor zijn. En daar sta je dan. Ieder mens heeft een taak in dit leven. Erik Eriksson, toch een niet onbelangrijk psycholoog, die heeft toch wel duidelijk gemaakt dat er meer taken zijn. Een stuk of 8 heeft hij er onderscheiden. En wat zou dan die levenstaak zijn? Alles gedaan om je voor te bereiden, daar is het dan. Je belooft dat je alles zult geven. Iedere stap die je zette, hij heeft natuurlijk heel veel stappen gezet die niet zo direct leiden naar wat hij nu is. En kijk om je heen, we lopen met je mee. Je hoeft natuurlijk niet om je heen te kijken als half Nederland meeloopt. Dat zie je natuurlijk wel, ja. En dan gaat het verder met de volgende. Door de regen en de wind. Dat is ook een ernstige taalfout. Die noemen we een contaminatie, een verhaspeling. Dat moet namelijk zijn in weer en wind. Want door de regen en de wind, dat kan helemaal niet. Het is dus in de regen, eventueel door de wind, maar door de regen en de wind, dat is echt fout. Zal ik naast je blijven staan? Ik bescherm je tegen alles wat komt. Ik zal waken als jij slaapt. Dat mag ook niet. Op doktersadvies is dat ernstig verboden. Dat half Nederland gaat staan waken terwijl hij slaapt. Ja, dat. Ik behoed je voor de storm, dat is ook onmogelijk. Dus het is ook grootspraak, ik behoed je voor de storm, maar dat kan niet. Er komt een storm aan en zeg je, ik behoed je wel voor die storm. Dat kan. En dan die zin, hou je veilig zolang als ik leef. Zit ook nog een spelfout in, zolang moet aan elkaar. Maar goed, dat maakt verder niet zoveel uit. Dat komt met het Nationaal Dicté wel terug. Maar hou je veilig, dat bestaat gewoon niet. Dus er staat in feite, ik hou je veilig. Dat is vertaald Engels. I will keep you safe. Dat is gewoon letterlijk vertaald. Maar ik denk dat daar nog wel iets moois uit kan groeien. Hou je veilig wordt volgens mij, zou ik nu graag willen propageren, de nieuwe afscheidsgroet. Hou je veilig. Ja? Maar goed, er komt nog veel meer. Een strijd, 2 levens. We staan voor elkaar niet te breken. Dus we staan voor elkaar. Ja, staan die nou voor elkaar en lopen die elkaar in de weg? Of is daar bedoeld, we staan voor elkaar in? Ja, en dan niet te breken, dat is zoiets als niet te filmen. Een vlag, twee leeuwen, dat is hetzelfde als een wiel 20 spaken, had er ook kunnen staan. Een wiel 20 spaken, met elkaar in de zon en de regen. Ik denk dat Erwin Krol, want die zon en die regen en die wind en de regen, komt herhaaldelijk terug. Die heeft denk ik toch, nadat hij afscheid heeft genomen van het NOS-journaal, is die teksten gaan schrijven. En die zal hierbij betrokken zijn. Zij aan zij, net stonden ze nog voor elkaar, nu staan ze zij aan zij. En dan borst vooruit, dat komt uit een liedje van K3, die hebben daar een nummer over gemaakt. Borst vooruit, zou misschien ook borsten vooruit kunnen zijn, dat weet ik niet. Trots als een pauw, dit is ons geluid, maar dan moet je eigenlijk in feite dat pauwengeluid horen. En ik zou er dan toch ook nog wel, als je daar al leeuwen bij haalt en een pauw bij haalt, zou ik er toch ook nog wel die Bertha 38, die koe bij halen. Weet je wel. Je hoort er ook uit. En hoe klein we ook zijn, onze daden zijn groot, gaan niet onderuit. Wat kan er nou onderuit gaan? Aandelenkoersen kunnen onderuit gaan, ja? En een schaatser kan onderuit gaan, maar daden die kunnen natuurlijk nooit onderuit gaan. Onvoorstelbaar, maar we zijn er nog lang niet. Ja?
En dan komt voor jou mijn kind, voor mijn pa, voor mijn ma, die van mij zijn dood, dus daar valt niks meer aan te doen. Loop voor jou door de wind en regen, heb je weer die wind en regen. Ik zal achter, nu staat u opeens achter. Ja. Dus voor elkaar, zij van elkaar nu achter. Ik draag een vaandel met jouw naam. Gaan we weer verder, want je kunt over elke zin vallen, maar dan haal het niet. Geloof in jou zolang we bestaan. Ik bouw een dijk met mijn blote handen. Ik denk, dat komt uit het trapgedeelte, dat er eigenlijk moet staan, ik blow een dijk. Dus, ik bouw en bloot is daar gecontamineerd. Dus dat moet eigenlijk zijn, ik blow een dijk. Want je kunt zomaar niet in handen. En hou het water bij jou vandaan. Nota bene bij een waterprins. Gaan ze het water bij hem vandaan halen. Laat me weten wat je droomt. Dat wisten we al, want dat is over die koningsdag die eraan gekomen. Waar je hart zo naar verlangt. Ja, mannen van boven de 40, tussen de 40 en 50, dat is toch gewoon nog altijd seks. Ik zal niet trusten tot het waar, is ook weer een taalfout, het moet waarheid of werkelijkheid zijn. Ja, en dat gaat maar door. Daar komt ook nog dat fantastische de W. En als je ooit je weg verliest, wat daar staat, je kunt de weg helemaal niet verliezen. Je kunt wel, maar dat wilden ze denk ik niet schrijven. Oh, die is de weg kwijtgeraakt, weet je wel. He, dus Juliana was ooit de weg kwijt, maar dat durfde ze niet te schrijven. Weg verliezen. Ben ik je baken in de nacht? Dat zal zoiets baken, dat zal waarschijnlijk braken in de nacht. Dus denk de nachtbraker. Ik wijs je de haven in de duisternis. En dat duisternis, dat beklemtoon, als je het lied hoort, beklemtonen ze nis. Omdat dat rijmt op het woordje is dat eerder komt. Maar een duistere nis, dat is gewoon een darkroom. Ik wijs je de haven in de darkroom. Ja? Ik zal strijden als een leeuw, daar heb je die leeuw. Tot het aan jou niets ontbreekt, heb je weer hou je veilig zolang ik leef. Dus weer die spelfout en hou je veilig is Engels. En nu komt, dacht ik, die fantastische scène. De W van Willem. Ja, en dan staat er de W van Willem. Dus als dat nou Wim was geweest, of dat mooier geweest. Wim kun je ook nog in spiegelschrift lezen. Dus de W van Wim was beter geweest. Maar drie vingers in de lucht. Maar dat doen ze niet allemaal. Dan staat er dus eentje binnen met één vinger. Kom op! Twee vingers, weet je wel. Kom op! Ja, daar heb je de drie vingers. Ja? En de W van Willem, de W is trouwens eigenlijk zijn twee U's achter elkaar. Dus het moeten vier vingers zijn. Heel oranje staat zij en zij. Ik denk dat het half oranje is. De W van water waar we niet voor wijken. En we leggen het droog. Nou, als je één ding niet droog kunt leggen, is het water. Water, ja? Water is gewoon hartstikke nat, dat kun je onmogelijk droog leggen. Dat lukt niet. Ja? Maar dat is weer die dijken die gebloot worden, dus dat is de blootje weer dat ertussen. Gaan we verder met de rest van de tekst. De W van welkom in ons midden, maar het is alleen de W van welkom. Maar er staat welkom in ons midden, dus er had moeten staan de W-I-O-M van welkom in ons midden. En dat is gewoon van de W-O-M, zeg je, die maatregel, de wet voor maatschappelijke ondersteuning staat er. Tot welke god je ook mogen bidden. Ja, ik mag toch ook hopen dat je in Nederland niet per se tot een god hoeft te bidden. Hier moet iedereen maar tot een god bidden. De W van Willem, en dan staat er de W van wakker. En er is ooit een liedje gemaakt in 1958, dat is dit een verwijzing naar Willem wordt wakker, weet je wel. Willem wordt wakker, Willem. Ja, dat was een waar jongens uit Amersfoort. En dan de W van stampot eten. Daar zijn ze wortel vergeten. Dat is wortelstampot. Ja. Miljoenen coaches die beter weten, ook dat is weer een taalfout, die het beter weten. Het is werkelijk onvoorstelbaar. Zoveel fouten in de tekst. Kijk, je kunt inderdaad over je hart strijken over een enkele fout. Maar dit is schandalig. Dit kun je gewoon straks niet aanbieden aan de koning. Dit moet nog teruggedraaid worden. Ja, ja. Maar het moet ook nog gezongen worden. Ik geloof dat ze het ook echt zingen. Ja. Ja, ja. Dat gaat vanuit Ahoy, geloof ik, helemaal naar Amsterdam gezongen worden met een straalverbinding. En iedereen moet het mee kunnen zingen. Is het een lied waarvan je zegt, nou, je zingt het wel mee in elk geval? Ik denk dat dat wel moeilijk wordt, want er zitten ook verschillende. Ik vind het zelf wel mooi. Ik vind dat rapgedeelte er wel mooi in passen. Er zit ook wel wat variatie in, maar dat maakt het wel moeilijk om mee te zingen. Zullen we even naar het rapgedeelte luisteren? Even een klein stukje, dat we weer even maar wat muziek hebben. Dat begin, daar sta je dan. Dat is ook zo negatief, weet je. Met je handen in je zakken en daar sta je dan. Jongen, jongen, waar ga je aan beginnen? Niet te doen. Even rappen. Kunnen we hier nog van af? Van de koning bedoel je? Nou, niet per se van de koning. Ja, dat zou je geloof ik van willen, hè, als republikein, of niet? Ik ben hartstochtelijk republikein. En ik ben meneer Eubanks zeer dankbaar. Want ik denk dat na dit lied er heel veel republikeinen bij komen. Ja. Nee, maar
ik vind het zelf erg jammer voor Willem-Alexander zelf. Het is natuurlijk een schande om zo'n lied aan zo'n man aan te bieden. Ja, zo kun je niet beginnen. Nou, en ook, je had gehoopt dat het een lied was. Weet je, een beetje een soort Brabant van Guus Meeuwis. Weet je, je hoeft geen fan van te zijn, maar dat is wel een verbroederend lied voor Brabant. En zoiets wil je toch voor heel Nederland. Dat je allemaal denkt, ja, onze koning, ons land, wat is het hier fijn. Ja, 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 maar zou het ook kunnen komen omdat er te veel mensen aan meegewerkt hebben? Dus iedereen heeft een zinnetje ingeleverd. Ja. En dan wordt dat nooit één geheel. Ja, maar er zijn ook verschillende schrijvers. Ik geloof dat ook Daphne Dekkers, die heeft er volgens mij aan meegeschreven. Dat schijnt te kloppen, maar ik heb een keer een boek van Daphne Dekkers gelezen. Alles is zoals het zou moeten zijn. En op pagina 1 stond er: het is alsof er een paraplu geopend wordt in je reet. Ja? Weet je zeker dat dat van Daphne Dekkers was? Nou, maar ja, iets meer beeldspraak had ook wel in dit lied kunnen zitten. Maar dan... Ja, met al dat water en zo'n paraplu. Eelco? Ja? Wat vind jij ervan? We zullen het wel verdiend hebben, denk ik, als land. Je bedoelt, ieder land krijgt het lied dat het verdient? Ieder land krijgt het lied dat het verdient, ja. Nee, dit is vreselijk. Ja. Ja. Maar het is inderdaad ook wel sneu. Want laten we zeggen, Beatrix heeft toch wel een zekere mate van gevoel voor kunst en smaak en wat dan ook. En dan wordt zo'n jongen met zo'n liedje opgeschept. Ja, ja, nogmaals, er kunnen fouten in een tekst zitten of je past het een beetje aan. Maar ik snap niet dat in zo'n tekst met zo weinig regels, bedoel, als je daar toch even een half uur naar kijkt. Ik bedoel, je kunt 200 uur besteden aan een kunstwerk. Dat vind ik heel erg mooi. Maar binnen een half uur heb je al die fouten er tenminste uit. En dan kun je nog discussiëren, is dat mooi of niet, maar textueel is het heel erg. En ik denk dat die inburgeringscursussen, dat die afgeschaft moeten worden. Want je kunt niet tegen iemand zeggen uit het buitenland, je moet nu Nederlands gaan leren. Dat is onmogelijk. Die zegt meteen, en dat lied van jullie dan. Ja? Goed, we zijn aan het einde gekomen van onze uitzending. U hoort al de eindje, we moeten nog een paar kleine dingen even doornemen. Heb jij nog iets?